Den Ham Prijs. Met nu ruiter uit Bermuda Patrick Nisbet met Farah van Klapscheut. Farah van Klapscheut, de dochter van Figo Dasui, maal Heartbreaker. En dan het bloed van Jolie Coeur. Nu 10-jarige dochter van de internationale springmerrie Uriana van Klapscheut. Halfzus van bijvoorbeeld Coriana van Klapscheut. Ook een internationaal springpaard. Vele toppaarden uit dit bekende van Klapscheut lijntje. En voor Patrick Nisbet dus 4 strafpunten in deze 1,50 proef. Toch een goede prestatie neergezet door onze uit het verre Bermuda. Patrick Nisbet maakt op de balk transporten Oxer in is nummer 10 de springfout. Rijdt een snelle tijd, is de snelste vierfouter in 76,82 en neemt daarmee de voorlopige vijfde plaats in. Place nummer 5. Four penalties and the time is 76. Ook met 4 strafpunten doe je relatief mee nog in deze proef. Want Patrick Nisbet als snelste viervouter staat hij voorlopig vijfde. We zijn aangekomen bij startnummer 33 van de in totaal, ik zal het even voor u nakijken, 77.